Want wat ze in films zeggen van je komt er niet zomaar uit, dat heb ik echt aan den lijve ondervonden. Dat ik in bed lag en dat ik 's nachts uit bed werd getrokken door die gasten. Dat is mij meer dan eens gebeurd. Ik ben heel lang achtervolgd, heel lang mishandeld. Als laatste was het hier in de binnenstad dat ik door de Steentelstraat fietste met mijn dochter achterop en dat ik van de fiets werd getrapt. En dat waren momenten dat ik echt dacht van ik wil eruit, maar ik kom er niet uit. Elke emotie, elk gevoel wat je kunt hebben, wordt voor mij vertaald door muziek. En ja, dat heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in wie ik ben. Ik ben Moluks opgevoed in de zin van met harde hand, een militaristische opvoeding. Als je tegenwoordig je kinderen zo zou opvoeden, nou, dan worden kinderen uit huis geplaatst. Dan krijg je zelf een celstraf, want dat was behoorlijk zwaar. Vroeger, ik weet niet of je dat kent, had je een veer om mee te trainen, een hele zware. En mijn vader was wel iemand die dat dan ging aantrekken en je daarmee ging slaan, zeg maar. Die hem vol op je liet neerkomen. Dat zijn kleine voorbeelden van hoe ik ben opgevoed. Opsluiting kwam daarbij kijken. Mijn moeder is overleden toen ik 18 was. En daar is nooit over gepraat. Eigenlijk was het heel erg van doorgaan. Praat er maar niet over, het leven gaat door. Ik voelde mij nergens thuis. Waardoor ik ook altijd iemand was die de aandacht ging trekken. Ik ging altijd grenzen over. Als er werd gezegd in het begin van, als ik klein begin, van hé, laten we een bushokje ingooien. Dan was ik de eerste die dat ook deed. En na het overlijden van mijn moeder is dat wat verder gegaan. Toen ben ik wat meer ook de vechtscene ingegaan. Veel vechten. Gewoon de stad in gaan, ruzie zoeken en kijken van wie geeft mij de eerste klap, want dan kan ik losgaan. Heb ik ook dingen gedaan, van inbreken tot drugsdealen, ripdeals. Hele nare dingen eigenlijk. En zo ben ik eigenlijk naar beneden gegleden, ben ik daar heel ver in gegaan. En toen zag ik een steekpartij voor mijn ogen gebeuren. Het was niet de eerste steekpartij, maar deze steekpartij die raakte mij. Ik weet ook niet waarom, maar ik stond daarbij en ik zag die jongen liggen en iets knapte. En dan voor iemand die vaker in vechtpartijen heeft gezeten, kan ik wel zeggen dat dat moment heel beklemmend was. Net alsof alles ineens naar boven kwam van hé, maar wat je allemaal hebt meegemaakt, dat is bizar. En dat heeft een invloed op je lichaam, op je gesteldheid. En was dit jaren daarvoor gebeurd, dan was ik misschien wel erop ingesprongen van hé, kom maar. Maar toen had ik echt zoiets van nee, ik was ook bang. Dat weet ik ook nog. Dat ik dacht van wow, shit, ik kan daar nu ook zo liggen. En dat besef heb ik niet eerder gehad eigenlijk. Ik weet niet meer wat ik daarna gedaan heb. Ik weet alleen dat ik de volgende dag wakker werd. En met dat beeld op mijn netvlies. En dat ik zoiets had van ja, maar dit wil ik niet. En toen heb ik ook alles wat ik in huis had qua drank en drugs weggegooid. Ik heb alle schepen verbrand eigenlijk. Alle telefoonnummers vanuit die wereld heb ik uit mijn telefoon gegooid. Ik merk het ook nu ik erover praat dat het toch wel weer terugkomt, dat gevoel. Want je voelt je, of toen de tijd vooral, voelde ik me goed omdat ik eruit stapte. Maar tegelijkertijd voelde ik me zwak. Want ik doe niks terug. Je kijkt continu over je schouder van hé, kom ik ze weer tegen? Ik heb een ander adres genomen. Maar toch is het elke keer van ja shit, wat als nu... Als ik hier word opgewacht, als ze achter mijn adres zijn gekomen. En dat zijn momenten waarop ik echt dacht van ik kom er niet uit. Hoe wil je zelf behandeld worden? Je wil gehoord worden, je wil gezien worden. Dat is juist wat elke puber wil, wat elk mens wil. En hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt? Op een goede, positieve manier. Dat was in een periode dat ik heel veel dingen wilde. En eigenlijk niks deed omdat ik ergens ook bang was. Bang om mezelf bloot te stellen. Om dingen aan te gaan met de ervaring dat alles wat ik gedaan heb in het verleden mislukt is. En op het moment dat het SA-traject voorbij kwam, speelde wel de gedachte mee van ja, wat als dit ook weer mislukt? En dat vond ik wel moeilijk om daarmee om te gaan, want je wil zelf heel erg open zijn. En juist ook het beste uit het traject halen. Tegelijkertijd zit je in een groep die er heel erg tegen aantrappen. Dat vond ik heel moeilijk. Maar het was wel heel leuk. Vooral ook omdat je middelen aangereikt krijgt om het beste uit jezelf te halen. assessments, nou ja, gesprekken met elkaar. Leer jezelf kennen, leer jezelf herkennen. In combinatie met voetbal vond ik heel sterk. Ik ben eigenlijk na het SA-traject terug de schoolbank ingegaan. Een opleiding van 3 jaar. En ik heb hem in 2 jaar weten af te ronden. Ik heb vorig jaar mijn diploma gehaald, waar ik heel trots op ben. Ik heb voor mezelf bewezen dat ik het kan. Ik sta als vader veel sterker in het leven. Ik weet wat ik wil. En nog belangrijker, ik weet ook wat ik niet wil. Zonder hetgeen wat ik heb meegemaakt, zou ik niet de persoon zijn die ik nu ben. En ik kan nu ook vol overtuiging zeggen van ik ben eruit. En ik zal er ook nooit van mijn leven meer in terugkomen. Nee. Wat mag blijven echoen is, wees gewoon trots op wie je bent. Met wat je ook meemaakt. Iedereen maakt tegenslagen mee, goede dingen, negatieve dingen. Zorg dat je ervan leert en altijd met trots kunt kijken naar jezelf. Dat je jezelf kunt aankijken in de spiegel.